Goed vriendje, wordt nog gezocht. Ga mij naar bureau met mij lopen. Kijk, klap van deze. Naar binnen. Daar naar binnen. Hey! Ik kreeg een melding, autobrand. Ja, om het hoekje. Politie, staan blijven. Meewerken. Kikkeboe. Zo! Gaan we met toestemming ook naar het bureau. In verband met tegenwerken. Nee, 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 nee. Dacht het niet, Pipo. Alle mensen, leuk jullie kijken. Nou, zonde hoor. Ah, krasjes, krasjes, krasjes. Jammer. Leuk jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GT5 LSP de Varmor. En vandaag ga ik op pad met het transportbusje. Betekent niet dat ik alleen maar ga mensen transporteren, maar ook als er een melding is, een beetje openbaar. We zijn in ieder geval actief hier in het gebied voor meldingen en grotendeels voor transportjes. Ik vertrouw deze mensen nooit, hè. Nu ga ik zo staan. De dames en heren, kijk uit voor uw eigen veiligheid. Denk om uw eigen veiligheid. Zeg het niet voor niks, hè. Hoi, politie, even hier komen. Nou, als je nu iets doet, hè. Met al die mensen. Nu reageert iedereen op mij. Goed zo. Hallo meneer. We gaan even een ID van u zien. Heeft u die van mij? Met moeite krijgen een ID van hem. Dank je wel meneer. En meneer, volgende. Ik ga u even nakijken in het systeem. Maar wat ik zo snel al zie. Is dat u nog wordt gezocht. U bent dus bij deze aangehouden. U gaat mee naar het bureau. Daar zal ook een aanklacht voor openbaar dronkenschap bij komen. Want u bent pittig dronken. Oh, sorry, 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 sorry. Nou, kijk eens. Nu kan ik hem meteen meenemen. Hebben we het goed gedaan, hè? Of niet? Nou. Kom nu maar. En dan kan dat in deze deur die er waarschijnlijk uitvliegt. Kijk eens. Mooi blauw lichtjes. Kijk eens. Een lekker plekje voor je daar zo. Ga maar zitten, Pieterke. Zit. Nou, dan ga ik zitten. Dan gaat hij vanzelf zitten. En die deur gaat heel mooi automatisch zo dicht. Oh, ga ik zelf zitten? Dat heeft toch geen zin? Kijk, ga zitten. Vriend, ik ga... Nee, ik hoef daar niet te zitten. Ik ben toch de chauffeur? Zo. Zit. Zit. Goed zo. Nul. En dicht is de deur. Oh, open is de deur. En dicht is de deur. Moet je deze blauwe reflectie kijken, hè? Check it. Oh, doe het niet. Wow, mooi man. Dat is echt mooi. Oh, een paal. Nou vriend, het wordt een pittig ritje. Maar goed, niet kotsen, hè, want dan mag je zelf opruimen. Dispatch to all central units. We have a high-ranking game member in transit in Rockford Hills. Oh, niet vrij links. Mag ik even? 1202 OC, we komen eraan. Ik vind de busje echt een lekker geluid hebben. Die is dronken hier rechts van mij. Hij rijdt een hele hoge toeren, dit busje. Kan ook zijn omdat ik gewoon zo gruwelijk hard gas geef. Ja vriend, lekker pik. Ik rij gewoon door, anders knalt hij nog vaker op me. Ik kan met dit busje geen stoptekens geven. Dat jullie het weten. Dus jullie hoeven mij niet te zeggen van ja, waarom geef je die auto geen stopteken? Dat heeft geen zin. Als ik echt een auto heb waarvan ik zeg, die moet ik aan de kant hebben. Dan ga ik er gewoon voor staan en hou ik de E ingedrukt. En dan krijg je het effect van dat je gewoon iedereen in de omgeving vraagt om te stoppen. En dan luisteren ze ook wel naar. En dan stapt iedereen automatisch uit zijn auto. Dus als ik hier op stoppen druk, dan stapt die hieruit en daaruit. En dat, ja, de rest misschien ook nog. Maar dat, ja.
Pak nou even snel overal oranje / rood mee. Daarachter vertrekt een ambulance met spoed. Herkenning aan de sirenes. Volgt hier in eerste instantie een bericht voor alle wagens, een bericht voor alle wagens. Ja, daar kopen we ook niet voor, hè? Volgt hier in eerste instantie een bericht voor alle wagens, een bericht voor alle wagens. We've got a DUI in... Hallo, daar zijn we. Nou, ik las toen net een reactie alweer van een paar maanden terug, hoor. Breng ze zelf ook eens naar binnen, dus bij deze vriend. Ik weet je naam niet meer, maar niet uit. Dat is verhoord. Plekje vrij, deze is vrij. Naar binnen jij. Hoppakee. Hier komen. Kijk eens, dit is je bed. Of daarboven, je mag zelf... Oh, ik zit ook op besloten. Ik ga je nog even laten blazen. Dan weten we het zeker, tot we je daar ook voor kunnen laten... Ja, goed. Fijne nacht verder. Zullen morgen met de dienst justitiële inrichting of zoiets naar de gevangenis worden overgebracht. Want hij had nog een paar... hij werd nog gezocht voor iets, dus hij zal naar de gevangenis gaan. Ik heb de groen. Moet u stoppen. 1201 komt eraan. Lincoln 18. We've got an officer requiring assistance in Rockford Hills. Yo. Onderweg. We gaan de eerste verdachte ophalen. Bij een collega die een aanhouding heeft uitgevoerd in de Roxford Hills. Zoiets. Nou, dan gaan we hem verlossen van het transportje, wat ik ook altijd doe. Maar nu moeten wij het dus doen, hè. Ik roep heel veel transportjes op, maar ja, je moet soms... ik wil gewoon naar rechts, dus dat gaan we ook gewoon doen. Je moet zelf ook eens transportjes rijden. Zo één keer in de tijd. Ik snap die stoplichten nog steeds niet helemaal, maar goed, nu heeft iedereen groen. Maar soms heeft alleen rechts groen, maar kun je dan toch daarmee rechtdoor rijden, want dan heb je blijkbaar tot het linker stoplicht dan weer functioneert voor alleen naar links. En ja, lastig. Ik hoor overal sirenes, maar er komt waarschijnlijk dat hier ergens een ongeval was gebeurd. Die melding hebben wij ook door horen komen, maar er is 1202 naartoe gegaan omdat er niet echt een noodhulpmelding of een... transportbusjesmelding is. Ik wil sirene even kijken of ze niet van rechts komen. Nou, dan geef ik hem maar meteen voorrang, hè. Want ja, als je het toch zelf neemt. Jij niet, vriend. Zo, te plaatsen. Kijk eens zo. Lekkere auto aangehouden, pik. Hallo. Hoi. Wat doe je zo lang aan je bek? Wat zegt hij nou? Goed vriendje, wordt nog gezocht. Ga mij naar bureau met mij. Mijn collega heeft denk ik alles al uitgelegd. Je hebt geen boeien om, je loopt wel een beetje raar. Nou, ik ga je achter een busje stoppen. Dat is ook een mooi plekje voor je. Zit. En blijf. Goed zo. Zie schrijnend uit, pik. Oh, boom. Sorry, achterin. Ik hoop dat je niet gewond bent. Dat is ook zoiets daar weer. Je hebt een pijl naar rechts, maar je hebt wel twee banen om rechtdoor te kunnen rijden. Dus soms rijd ik echt op zo'n pijl waar links staat, rijd ik gewoon rechtdoor. En ja, dan denk ik van oeps, maar ja, dan is het toch... Ja. Moet in principe wel kunnen rijden, alsjeblieft niet tegen me op. Ik word hier zo gek van al die mensen. Je gaat ook naar rechts dadelijk, hè? Let maar op.
Als wij groen krijgen gaat hij naar rechts en ik rechtdoor. Zo, daar zijn we weer. Hallo, toet toet. Oh, iets te ver door. Iets naar achter. Zo. Nou, eens kijken of die andere pieper er ook nog is. Zijn we hem gewoon bij die andere pieper stoppen? Oh, dan heb je wel een boei om. Nee, hij is al weg. Kikkeboe. Je kunt hem binnen. Dit is je cel. Kom dan. Kom op dan. Ga niet weglopen. Klap je. Hey! Wat de fuck doet hij nou? Hey! Luisteren vriend. Ik geef je klap, hè. Excuse me please. Dat dacht ik toch. Lopen. Kijk, klap van deze. Naar binnen. Daar naar binnen. Hey! Meewerken. Meewerken. Kom op. Hey. Kom op. Wat de fuck ben je allemaal doen, vriend? Opstaan. Opstaan. Hier komen. Hallo. Het heeft niemand gezien. Hallo. Nou, als ik nu... Als ik nu zeg maar wegloop. En hij ligt hier dood. Heeft niemand gezien? Ja, de grote bek niet. Kijk of het goed... Ja, nee, kut. Nu kan echt helemaal niks meer. Eindelijk terug. De hele mod was gecrashed, want ik had een lijkschouwer opgeroepen. Ja, toen werd het één grote vuilniszak, het lijk. En ja, toen dacht de mod van fuck it, ik ben weg hier. En ja, ik stond er nog zo van, ik wil hier naar buiten. Ik kon niet meer via het politiebureau naar buiten. Ik kon niet meer via de deur waar ik al probeerde naar buiten te gaan naar buiten. Dus ik zat echt gewoon... zelf in de cel. Maar goed, we zijn er weer. En alles toppie. En we gaan maar even kijken wat het ons nog brengt. Een bericht voor alle wagens. Een bericht voor alle wagens. Even meerijden. Ik heb een melding, autobrand. Ja, om het hoekje, dan kun je niet nee zeggen. Voertuig lijkt uitgefikt te zijn. Onlogisch, maar goed, we kunnen er niks anders van maken. We gaan takelwaggel laten komen. En dan zijn we er weer van tussen. Ja, dat is nergens van nodig, vriend. Even stoer doen wat de politie hier staat. Het is officieel geen ELS voertuig. Dus hij heeft ook helemaal geen geen oranje of iets. Ook al zit het er wel op. Maar ja, bij sommige voertuigen die niet ELS zijn eigenlijk. Zo noem je dat. Non-ELS. Die hebben wel gewoon, als je er een ELS bestandje overheen gooit. Hebben ze wel gewoon ELS beschikbaar. Dus blauw gaat gewoon aan, zie je. Maar goed. Bericht voor alle wagens. Bericht voor alle wagen. Citizens report. Possible 459 in Vinewood Hills. 12-2, dankjewel. Dat is verhoord. Samen met 12-2 gaan we naar een inbraak, heterdaad. Mogelijk meerdere verdachtes. Ja, we zijn toch, we blijven een noodhulp eenheid. Of ja, we blijven volledig opgeleid tot noodhulp eenheid. En ja, als er hier een reanimatie wil ik zeggen. Als hier dan een inbraak is, ga dan doorrijden, een van de twee. En we rijden in de buurt. Dan kunnen we net zo goed samen met de 12-02 even daar naartoe gaan. Om waarschijnlijk ook meteen de verdachte in te sluiten en mee te nemen. Ik heb zicht op de verdachte. 1 Adam 12. Dat is verhoord. Hallo mevrouw. Hallo, rustig, rustig, rustig. Kom hier. Wat is er aan de hand? Vertel me. Hey, rustig, rustig. Hallo. Wat is er allemaal los? Vertel. Oké, dankjewel. Bekende verhaal dus. Oké.
12-2 wachten we even op en dan gaan we samen naar binnen. Ik zal alvast een kijkje nemen, is hier iets te zien. Een raam staat open, hè? Ik denk dat ze via het raam naar binnen zijn gekomen. Hier is de deur is verder vrij van schade. En hier is balkon nog. Ook geen schade te zien. Nou, er zijn best wel genoeg plekken om hier naar binnen te komen. Alleen, als je gaat bedenken, met een busje kom je echt, kom je echt wel daarboven. Ja, godverdomme, dat duurt lang met die collega's. Die zijn helemaal daar. Ik sta hier in ieder geval, hij zal niet zo snel daarachter omhoog kunnen klauteren. Dus ik denk dat we, als hij naar buiten wil komen, dat hij wel via hier een goede... dat dit de enige uitweg is. Dus dat is mooi, want daar staan wij. Stoppen nu. Oké, kom. Helemaal klaar naar mij. Eens kijken wat voor een appartement we aantreffen. Ah, oh, dit huis, oké. Politie, maak jezelf bekend. Er zijn maar meerdere, je kunt geen kant op. Ik ga met deze pakken voor het geval dat hij opeens recht voor mij staat. Goed, hier is niemand. Politie. Mijn collega's hebben vuurwapens, ik doe het nog met een taser, dus het is wat je liever in je lichaam wilt hebben. Maar maak jezelf bekend. Politie, staan blijven. Meewerken. Vuurlijnen jongens, vuurlijnen. Taserlijnen beter gezegd. Vuurlijnen, ik sta hier echt onveilig. Ik wil ook een laser erop. Precies, mijn collega zegt het even. Ik ben net echt ingemaakt door een vrouw, vriend. Dus schaam je. We gaan naar buiten met hem. En ik neem hem mee, collega's. Dankjewel. Leuk dat de commando mee komt, maar ik neem hem toch echt mee. Jij gaat met mij mee, amigo. En wel in mijn busje. Zit. Daar ben je? Zit je? Hij zit niet echt, maar goed. Ik geloof wel dat hij meekomt. Ik moet hier ook gewoon even blauw aan zetten. Oh, mooi. Zit je nou of niet? Nee, dus hij flikkert eruit. Stap in dan. Hij is ontsnapt. Hey, terugkomen. Hier komen. Je gaat recht staan. Ja, weet je wat dit is? Mijn collega die de mot heeft, zeg maar, gewoon hem neergezet. Op zijn knieën. Dus ik kan hem niet recht laten staan. En ik kan hem ook niet meenemen. Want er meestal als collega's iemand aanhouden. Dus niet ikzelf. Zoals je ziet. Dan komt er gewoon een busje. En dan wordt hij vanzelf opgepikt. Dus ik kan hem niet meenemen. Maar ik kan wel gewoon een melding eindigen. Met nog een deur open. Ja, dat busje speest hem zo, hè. Ik wou namelijk ook binnenkort, als dat hebben jullie wel gezien, met de Camaro en opnemen. Maar dat wou ik voor dit busje doen. Maar kijk eens wat er met dat busje gebeurt. Dus ergens gaat daar een enorme fout. Maar goed. Rechts hopelijk vrij. Dat is verhoord. We gaan hier iemand aanhouden. Vertel. Help! Please! Officer! Listen, there's this guy. I have a restraining order against him. He was literally just here. I just saw him. Listen, you need to get him out of here. Yo. Please. Can you help me? Er komt niemand aangelopen. Report average Caucasian male, blonde hair, dark shirt, dark pants, light sneakers. Remain in the area. ATL 20 on suspect. Hoi, blijf staan.
Staan blijven, zeg ik. Kom op. LSPD, don't make me shoot you. Ja? We gaan ID zien. Hij doet aan het hij voldoet aan het signalement. Goed. We hebben deze aangehouden. Je hebt een... Staan blijven, kom op. Meewerken. Kom op. C, achter de volgende voet. Au. Volgt hier in eerste instantie een bericht voor alle wagens, een bericht voor alle wagens. Correct. Oké, goed. Een collega vraagt om een assistent. Ik ga het je nog een keer vragen. Ga je meewerken of niet? Je bent aangehouden. Ik kan alleen niks met je, maar je bent aangehouden. Goed, kom maar mee. We gaan naar het busje. Want als mijn collega's je te pakken krijgen die nu achter ons rijden, heb je een grote probleem. We gaan nog eens proberen met een taser dan maar. Je bent aangehouden. Je gaat liggen. En je gaat in de boeien. En dan ga je in dit mooie busje met blauw licht. En dan gaan we naar het bureau toe. En dan is iedereen blij. Snap je? Goed zo. Dan mag je naar binnen. En dan doen we de deur dicht. Hoppa. En dan ga ik je brengen. Bericht voor alle wagens. Zo, ik ga hem even overdragen aan de collega's voordat het weer fout gaat. En dan kunnen we meteen door naar de prioriteit 2. Als hij nog aanwezig is. Want dit is geloof ik wel een verdachte die we daar moeten gaan... die we daar gaan zien. Geen object of zo. Maar ik moet echt even zien wat het is om het te begrijpen. Zo, daar zijn we bijna dan. En dat is... En hier maar even op. Oh, daar staat hij te pissen gewoon. Oh, kut. Staat hier gewoon te pissen. Nou, wat ben je aan het doen? Nou, hij moet pissen voorstellen. Hallo. Oké, je bent aangehouden. Ik wil je niet aanraken, maar ik doe het toch. Je gaat mij je busje in. Oh, andere deur. Nou goed, dan ga ik gewoon hier instappen. Nou, instappen. Goed zo. Zitten. Zit je? Ik zie hem niet. Ik ga ervan uit dat hij zit. Nou, ik ga de 0 indrukken. En dan gaan we precies dezelfde route doen als we nu al 4 keer hebben gedaan. Dus dan ga ik jullie niet meer lastigvallen. Ik zie jullie zo meteen op het bureau. Het voelt druk met meldingen. Onderweg hier naartoe heb ik er 5 gekregen. Nou, kom maar weer. Dan ga ik je even zelf opbrengen. En mijn handen wassen. Zo. Ja, status. Oké, laat me terug met rust. Dat is gehoord. Goed. Je komt hier naar binnen. En jij gaat wel gewoon naar binnen. Kijk eens. En je bent aangehouden. Dat was je al. Sorry, hoef ik niet meer te zeggen. Je blijft hier overnachten. Daar is de wc. En daar kun je zitten en daar kun je slapen. Doei! Zo, daar ontplofte geloof ik alles wat maar kon ontploffen. Moeten we het gebied even... Nou, oké, dat kun je me echt niet flikken, vriend. Jij gaat echt niet... Au! Godverdomme! Hier komen! Nu heb je oorlog, hè? Nu heeft hij oorlog, hè, mensen? Nu heeft hij echt oorlog. Als je Wim aanrijdt, stap in, Wim. Je gaat niet irritant doen. Kom alsjeblieft naar rechts. Kom alsjeblieft naar rechts. Oeh, hij komt naar rechts. Heerlijk. Kikkeboe. Zo. Schiet hem neer, collega's. En dat was de achtervolging voor mij. Nu ga ik het erbij laten. Het is altijd zo, als je zo'n achtervolging tegenkomt, en ik weet niet of ik de enige ben die dat heeft, dan zie je dat hij uitstapt, dan gaat hij helemaal glitchen, zo van zo trillen, en met zijn armen spreiden, en dan, ja, en dan schieten ze hem volledig neer. Dus heel raar, maar goed. 12-01, dat is 12-01. De 12-01 gaat er met plezier heen. We hebben de melding...
tot een gevangene moet worden vervoerd. Alleen deze werkt flink tegen. En daarbij hebben wij toestemming gekregen van de OC om daar met spoed naartoe te gaan. Collega, hoi. Vertel. Werk tegen. Ja, oké. Okay. Ja, oké. Okay. Meekomen makker. Waar ben je? Instappen. Instappen. Zitten blijven, hè. Hier komen. Blijf nu wel zitten? Dat dacht ik. Oké. Okay. Goed, hij is me echt aan het irriteren nu al. Dus ik krijg deze hobbel lekker mee en dan gaan we met toestemming ook naar het bureau. In verband met tegenwerken. En rechts heeft mij gezien, ja. Te ver. Zo, bureau aangekomen. Ik heb zo'n vermoeden dat deze ook gaat tegenwerken hier in het bureau, maar ik ga hem even naar binnen brengen. En luisteren zal die. Ga je zelf al lopen? Ze lopen zelf al, dat is het leuke. Hier komen. Ja, je kunt nergens heen, maat. Hier komen. Hoppa. En naar binnen zul je. Ik snel naar buiten. Anders loopt hij zelf naar buiten. Deurtje dicht. Hoppakee. Ciao. Hey. Naar binnen jij. Luisteren zul je. En blijven. Nee. Dacht het niet, Pipo. Dacht het echt niet, hè. Nee. Je gaat niet naar buiten. Hier staat een heel leuke hond die jou met plezier pakt. Ik zal maar opletten wat je doet. Ja, maar godver. Meewerken. Ja, lekker pik. Crash de hele mot weer, want hij is dood. Nou, hij is wel in zijn cel. We gaan een deurtje dicht doen. En wat ik ga doen... is naar buiten lopen voordat hij voordat ik ook opgesloten zit met hem. Hij mag lekker slapen. Ik jullie bedanken voor het kijken. Hoop dat jullie een leuke video vonden. Was best wel vet dat busje met dat blauw in de nacht zo. Dus wil je het vaker zien, laat het even weten. En tot de volgende video. Doei!